Ja, ik ben net begonnen, ja. Alleen nog niet, ik heb haar nog niet gesproken. Nee, maar totaal nog niet. Maar stel je voor, wie ben je? Ik ben Katjella en ik ben de eigenaresse van Luxury Fruit PR. En daarnaast ben ik ook al 17 jaar styliste. Wat zeg je? Ben ik ook al 17 jaar styliste. Oké, en wat is deze dag voor dan? Deze dag is een persdag, dus iedereen komt hier langs. Stylisten, bloggers, journalisten. Om even nieuwe collecties, zoals je ziet. Mm-hmm. In de showroom, wat in de showroom hangt te zien. Oké. Okay. Ja. En dit zijn, wat is het, klanten van jou of niet? Dit is een klant van mij, die is eigenaresse van Tiger & Lily. Zij maakt onwijs mooie sieraden. Mm-hmm. Heel creatief persoon. En daarnaast natuurlijk Rodrigo. Lijn. Dit is Rodrigo? Ja. Okay. Luis Rodrigo Correa Otazo. Nou, hij heeft dezelfde voornaam als ik, dus dat... Ja, dat is... Dan is het altijd goed, hè? Ja. We doen Karma nog. Dat zijn shirts gemaakt van krokodillenleer. Ja. Met bijvoorbeeld ritsen. Heel aparte shirts. Mm-hmm. Superleuk. We hebben net een shirt gegeven van 50 cent. Oké. Okay. Ja. Dus we doen fashion, dus beauty en lifestyle. Dus ik moet eigenlijk een beetje rondkijken, zeg maar. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk moet je... Maar wie kan mij dan zeggen wat alles is? Hij kan het goed. Ja. Wie ben jij? Ik ben Kenny. Kenny. Ik zal me voorstellen. Ja. Ik ben degene die hier vooral gaat over social media dingen, communicaties en bladen en ook gewoon tv. Dit is een van de merken, dit komt uit Antwerpen. Dit is Infusie. Mm-hmm. Van een vrouw die heel erg geïnteresseerd is een beetje in het concept van, ja, je zou wel kunnen zeggen Barbie, Juicy Couture stijl. Dus dat is wat zij heel erg leuk vindt naar het ontwerpen. Hier heb je dan ook nog een ander merk, merk uit Antwerpen. Dit is Natida. Natida is ook een beetje van die stijl, maar dat is dan toch weer vergelijkbaar met Ellisaap, zeg maar. Weet je, dat is toch iets meer couture. Ja. Hier gaan we verder naar de jurken die gemaakt zijn door Sandra Kauer. En dit is echt, zeg maar, allemaal gemaakt van Dalmeihaar. Dat kan je hier ook zien, aan de onderkant. Het heeft heel veel tijd gekost. Wat zij ons vertelde is dat ze aan bijvoorbeeld één jurk echt al 6 maanden zit om het gewoon in elkaar te maken en zo. Dus dat is wel heel erg gaaf. Je ziet ook dat het gewoon echt heel goed is afgewerkt. En dan gaan we toch naar wat meer urban stijl, wat echt voor de jongeren is. Dus wat wij allemaal leuk vinden, de mensen die meestal op Tumblr zitten of noem maar op. Die houden toch wel wat meer van dit soort types. Ja, wat is het? Oh. Oké, kijk, dit ziet er wel oké uit. Wat is dit? Dit is een ketting, ik durf je eigenlijk niet te zeggen wat het is, maar ik denk dat alle sieraden, ook goed van sieraden, is een Tiger & Lily. En die maakt zich allemaal zelf op de hand. Hier heb je dan Carmelo. Ah ja, Carmelo. Dat zijn voor de twee jonge jongens die eigenlijk wel een beetje van die urban style houden. Dat vind ik heel erg leuk. En ze hadden vooral iets maken, t-shirts maken die heel erg exclusief waren. Weet je wel, want je hebt normaal ook van die t-shirts met letters die bij de Zara gedaan hebben. Maar ze hebben ook wat exclusief. Mm-hmm. Dus dat past ook bij ons als Luxury Fruit. Kijk, zij zijn heel druk aan het, aan het mobiele. Ik weet niet wat jullie aan het doen zijn. Ik ben heel aan het checken. Oh, spannend. Wat is dat? Wat is dat? Van die old school schooltassen en die zijn helemaal nieuw. Oké. En hier heb je My 7 Ways, daar moeten we het ook nog even over hebben. Het zijn hele chique tassen voor dames. Een speciaal ontwerp. Stond ook in de Bamonde, alleen Team Borjaat heeft ook zo'n tas, dus super gaaf. Oké. Okay. Ja? Ja. Heb je er zo een beetje een indruk gegeven van? Nou, volgens mij hebben we hier nog een kantje. Hè? Daar. Hier hebben we een kantje, ja. Maar daar gaat Julie gaat jou daarbij helpen bij dat kantje. Wie is Julie? Julie. Kom even naar Julie. Zo, hier kunnen we een cocktailtje drinken, of niet? Ja, dat kan. Oké. Pras me maar. Heb jij een cocktailtje gehad? Ja. Mm-hmm. Gaan we even kijken hoe die maakt ook, hè? Nou, dan mag jij hem even voorproeven. Zal ik. En? Ja. Lekker? Dit is wel lekker. Even kijken. Oh, lekker hè? Hij is geslaagd. Top, dankjewel. De cupcakes. Ja.
Deze cupcakes zijn van Vanes Cupcakes. Nou, ik neem er een. En ik laat het even horen. Nou, hij is lekker. Lekker. Nou ja, ik ben dus de eigenaresse van Tiger & Lily, heb ik opgezet. En ik werk voornamelijk met vintage en antieke materialen. En ik combineer het, ja, het zijn eigenlijk alles wat ik maak, vind ik zelf. Het zijn allemaal kleine verhaaltjes van verschillende onderdeeltjes die samenkomen. Sommige komen uit Italië, uit Cheva, een nonnenklooster, tot een Fries gehucht antiek zaakje. En ook heel veel uit Amsterdam trouwens. Mm-hmm. En onderdelen gebruik ik en die breng ik weer samen en maak het tot één geheel. Mag ik even kijken? Die hele fijne armbandjes zijn de kettingen. Maar dit hoort niet, zeg maar, denk ik. Dus ik heb net veel. Ja, ik heb de superview aan. Deze kleintjes. Ja, die zijn heel klein. Dat is een goud en een zilver oorbelletje met agaat en een gouden kralen. Oh ja, nou, dat verstond hij nog wel, denk ik. Ja, nou, dat vind ik knap. Dus, oké. Okay. Leuk dat je er was. Nou, ik ben er nog steeds, hoor. Leuk dat je er bent. Ja, jij ook. Wat is zo grappig, jongens? Nou, je hebt een moedervlek op je lip, of niet? Ja, klopt. Dat is een van de 7 schone wereldwonderen, wist je dat? Wist je niet. Nou, moet je maar van Senna vragen. Zo, de deur gaat op slot. Nou, niet op slot, maar... Kijk, zou ik je even laten zien dan? Ja, laat me even zien. Waar jij wel heel leuk vindt. Kijk, nou, dit is Maison La Ponte. Is een merk, komt uit Italië. Ze gaan ook Milan Fashion Week doen ze. En ze doen eigenlijk alles met ritsen. Dit is Radical. En dat is een merk, komt gewoon uit Amsterdam. Is heel, wacht, ik ga het leuk. Gewoon mannen, lekker urban en street style. Ze hebben ook schoenen. We hebben bonbons gekregen van Puccini. Van wie? Leuk, hè? Van Catharina. Oh, lief, hè? Zijn ze lekker of niet? Je wordt gefilmd. Chocolade. De beste? De beste. Nou, mag ik even kijken dan? Ik wil even een beeld hebben. De doos. Dus alle dames moeten deze chocola aanschaffen. Eigenlijk alle dames. Dames zwichten voor chocola. En dan moet je bij Puccini zijn. Oké. Nou dames. Je hoort het. Leuk dat je er bent. Dit is een iets zonder hoofd, ja. Maar wel iets moois. Ja, dat is van Rodrigo New York. Hoe heet dat nog een keer? Rodrigo New York heet dat. Ja. Rodrigo New York. Wauw. Ja, en hier ligt nog meer van hem. En, dit is ook allemaal van Rodrigo New York. Ja, kijk. En, oh ja, het staat er al. Bijvoorbeeld Lady Gaga en eigenlijk al die sterren in Amerika, die zijn hier wel fan van. Ja, het is nu weer wat winterkleur. Ze hebben nog 11 uur van de bak. Ja. Is Rodrigo er zelf ook, of niet? Nee, die is er nu niet. Ja. Zo, daar ben je weer. Daar ben ik weer. Dit is van Gimmels. Die maken... Ja, ken je dat? Ja, Melissa. Ja. Ja. Moet ik dat dan nog vertellen of weet je dat al? Nee, ik ken Melissa. Die naam ken ik wel. Het zijn allemaal couturejurken. Maar deze ziet er wel erg mooi uit, hè? Ja. Kijk eens hoe lang. Ja, hij heeft wel echt een mooie vorm, want hij is wel gewoon lekker strak en zo. Ja. Maar hij zit ook een beetje in de rood-wit-blauw, in de vlag van Nederland. Ja, ik denk dat dat toeval is. Is dat toeval? Dat is denk ik wel toeval, ja. En nou ja, dit wordt ook allemaal nog bij Gimmels. Allemaal best wel extravagante jurken.
met heel veel tierenlantijntjes, wat wel leuk is. Mm-hmm. En ja, daarachter is dan de Story Store, maar dat is wel heel leuk. Wat is er, hoe heet dat daarachter? De Story Store. Maar dat is heel Story leuk, Store. Kijk. Ja. Ik zie ook een bruidsjurk, klopt dat of niet? Nee, dit hey, is wat een leuk lief hondje daar. Die moeten we even een beeld hebben. Hallo. Kiekiek. Zit jouw hondje? Ja, dat is fijn. Oké. Maar eens, vind je hier wat leuks tussen zitten of niet? Ik heb een aantal jurken die ik ga lenen voor een fotoshoot. Oké. Okay. Ik vind vooral deze, vind ik zo fijn. Ja, die is mooi, hè? Dat is echt fantastisch. Ja, een lange slee. Ja, dat is een soort trouwjurk. Ja, bijna wel, hè? Maar ga je hem zelf dragen? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, hij is echt mooi. Je hebt hier ook een boekbak of zo tussen hangen. Ja, zo met zo'n kort dingetje. Ja. Ik ga naar huis, ja. Oh, zij gaat alweer weg. Is goed, lieve. Ja. Leuk je even gezien te hebben. Dag, lieve. Maar het is net begonnen. Wat zegt u? Het is net begonnen. Net begonnen, ja, maar ik was er al een tijdje. Jo, ik is er al een hele tijd, hè. Ja, ik was al een uurtje. Ja, heb je geen zin meer? Dat is een gemene vraag. Ja, dat is een gemene vraag, hè. Maar, ja. Maar wanneer ga je die dragen dan? Volgende week. Volgende week, oké. Okay. En komt het ergens in... Een nieuwe website. Dan noem je website even. Jacobinschumacher.com. Jacobinschumacher. Oké. Okay. Is die lekker trouwens? Die? Ik ben verslaafd aan de pornstar. Normaal is het bij de butcher hebben ze ook altijd deze. Heb je nog iets te vertellen, zeg maar, hierover? Ja. Kijk, Story Store, dat is wel een interessant verhaal. Ja. Want de ontwerpster hiervan, zij doet heel veel dingen. Zij ze fotografeert, weet je wel, plekken in de wereld. En daar maakt ze dan jurken en jassen en alles van. Kijk. Deze is heel leuk. Ja, dit is wel grappig. Hè? Ja, en dat doet ze dus ook met jurkjes. Ze heeft lange jurkjes, korte jurkjes. En daar maakt ze echt een haar eigen dingetje van. En je kan bijvoorbeeld ook foto's naar haar sturen en dan maakt ze er wat van. En wie maakte deze ook mee? Dit is van de Story Store. Oké. En, maar ze is nu ook bezig met een kledinglijn voor borstkanker en Palestina. Ja. Dus zij speelt heel erg in op de, nou ja, op alle actuele toestanden in de wereld. En ja, ze heeft dus ook een lichtjas, maar ik denk dat iemand, oh nee, hier. Zij vindt technologie, dat is ook iets waar ze heel erg mee bezig is. En kijk, in deze jas zitten overal afstandsbedieningen. En dan... Kijk, er zijn meerdere afstandsbedieningen, dus gaat alles wel aan. Maar je kan hem ook laten knipperen. Die heeft Chris Brown ook aan, toch? Zoiets? Ja, zoiets. Hij kan ook snel knipperen. Maar je kan hem ook gewoon uitzetten. Dus, Zo, dat is wel chic dat je hem uit kan zetten. Hè? Ja, nou, wel handig, denk ik. Ja. Dus, maar dat is leuk, want dat is wel iets wat zij... ze speelt heel erg natuurlijk met wat er speelt. Maar ze doet ook heel veel... technologie is wel een dingetje, omdat dat nu in ontwikkeling is. Iets wat zij ook heel leuk vindt. En ook, ze heeft ook tassen, weet je, die licht geven en dat soort dingen. Maar dat was het eigenlijk, want de rest ken je altijd wel. Claro is a Spanish brand that works with food that is digestible and that helps you like do better exercise if you have like troubles going to the bathroom or something. It really helps you like everything inside of yourself move better, and it really helps if you're doing exercise as well, because it's something that complements muscle and growth but still also keeps you healthy. So it's a really healthy conscious brand. Okay, now I do me from omhoog. Wait. This is Claro. This is old school bags. Yes, and that's Claro. And that's Claro on top. And this beautiful... My Story Store. Which tells the story. You can go and my print story. Your own story on the fabrics. The same as... As there, the, yeah. Okay. What was your merk? Dit is chic. Ah, okay. Yeah. Oh, dat is... Komt dat uit Vlaanderen, of niet? Ja, dat is dicht bij Antwerpen. Het kaartje, oké. En het is eigenlijk een beetje Living La Vie en Rose.
Het is eigenlijk zo, we willen de mensen bewust maken om meer kleur te willen dragen en om een beetje stil te staan bij een kleerkast. Okay. Bij de muizen zijn er al genoeg, zeggen wij. Ja, ik zie niks grijs ertussen. Oh ja, hier. Ja, ey. Ja, maar... Wat is dat? Wat is dat? Dan heb je wel natuurlijk... Nou ja, er zit wel roze op, hè? Van de dingen. Dus eigenlijk zo, hier hangen twee dingen van de collectie. Dit gedeelte is van de wintercollectie. Dat was de unicorn collectie, dus dat is van deze winter momenteel. Je ziet de paardjes. Ah, wat lief. Ook de prins maken we zelf. En dan, dit is eigenlijk de zomercollectie. Dat is een mermaid collectie, zeemermin collectie. Dus je ziet, de dingen zijn handgemaakt. En dit, ja, de knipoog natuurlijk naar zeemermin. Dat is een beetje hetzelfde als wat je zelf aan hebt, hè? Klopt. Ja. Allemaal handgebreid. En die schoenen ook? Nee, de schoenen doen we niet, maar die passen er gewoon leuk bij. Ja, ik moet even vragen, je weet het nooit. Ja, maar dat is je moeder? Dat is mijn mama. Hallo moeder. Ja. Oké. Ik heb mijn kaartje ook al even. Oh ja. Ik heb je dat ook al. Oh, kijk eens. Ik weet... Nou, dat weet u wel. Ik zie het zo. Ja. Moet ik hem even in mijn zak stoppen, zo? Zo. Kijk, zo. Bewijs dat iedereen gaat, zo? Ja. Oké. Okay. Maar het is wel een verschil met wat ernaast hangt, hè? Ja, inderdaad. Ja, dat is niet... Het is alleen dit stukje dat van mij. Het ziet eruit alsof er hier gemarteld wordt. Weet jij het ervan? Wat dit is? Ja. Nou ja, je kan dus... heel gepakt. Je kan dus je benen doen. Ja, oké. Okay. Kan je zo. Dit is dus gewoon een lelijk suspension training kit. Oké. Ja, je had ook wat anders in gedacht, hè? Ja, dirty mind. En deze. Oké, ja, dat is wel erg braaf, hè? Ja. Nou, hebben ze ook andere plaatjes ervoor? Maar zit een stuk hout in je drinken, hoort dat? Lekker, noem je dat weer, een stukje zoethout. Is dit per ongeluk erin gekomen, of niet? Nou, je gaat hem opeten ook, een stuk hout? Nee, hè? Kijk, hij staat te wachten op mij, Senna. Die, daar, kijk, zie je? Kijk, daar ga ik nu heen. Nu opletten. Hallo. Ik hoor dat jij een designer bent, hè? Nee, ik ben geen designer. Jawel. Ik heb wel wat bedacht, maar ik ben geen designer. Ik hoorde van dat stukje. Top? Die tas heb ik al bedacht. Van old school bags. Oh ja, oh ja. Wat was het? Hoe heet het? Old school bags. Old school bags. Die heb je bedacht, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Nou, ik heb hem toevallig al in beeld gehad net. Oké. Maar dat is het enige wat je hier hebt staan? Ja, nou daar staat er nog eentje met... Oh ja. En daarachter staat er nog eentje in de roze. Oh ja. Met 15 verschillende kleuren. Ja, oké. Okay. En die ook? Ja, van Fuchsia. Ja, die heb ik ook volgens mij al gehad. Dus wat dat betreft... Maar die tassen worden wel gebruikt bij fotoshoots? En ook gewoon in 80 winkel verkocht in Europa. Dus, Oké. Een paar in België, een paar in Italië. Dus de business gaat goed? Dat hadden we niet bij uitdagingen. Kijk, die lijkt een beetje op mijn oude schooltas. Die... Ja, dat hoort ook. Ja, hè? Want dat was een beetje ook de inspiratie. Serieus? Ja. Maar dat doet me opeens weer terugdenken aan mijn tijd van vroeger. Ja. Goede herinnering aan? Ja, er passen niet zo heel veel boeken in. Nee, maar is die wat ruimer? Of? Nee. Dus, we hebben ook wat, die oude schooltassen die waren gewoon groot, breed en lomp. En we hebben ze gewoon veel smaller gemaakt. Dus okay. Gewoon een laptop en iPad. Yeah. What's in it? In it is some jewelry. Oh, wow. So, and of course, a thank you from Luxury for Life PR for coming. Yeah. Thank you so much for coming. It's almost Santa Claus. Yes, Santa Claus. Yeah, Santa Claus. Exactly. Latifa, ja. Okay. Ja, mooi. Yeah. Met een mooie camera, kijk. Yeah. Oh, dit is je zus? Nee. Wie dan? Ik ben Gina. Geen zussen? Nee, zij is stylist. Waar wij net elkaar Met de stylisten? Ja. Ja, een collega van Graziella.
Nou ja, ik... Concurrent. Ik, ja, nou nee, ook, ik heb twee keer kleding hier zo gelinkt voor een fiets. Kijk, dit is een hele bekende blogger, hè? Ja. Oh, nee, niet in of niet. Oh. Nee, wie ben jij? Ik ben Azal van de blog Sisters and Sisters.com. Oké. Okay. Ja. En jij? Want jij maakt foto's, dus... Ja, ik ben ook van de blog van de Fashion Report en ik ben Shalane. Oké, okay, leuk. En wie zijn jullie? Wij zijn Suzanne en Roxanne van Kluitlijn Daily. Ja, we zijn een blog en het gaat heel goed. Ja. Leuk. Er zijn heel veel bloggers hier zo te horen. Ja, ik denk wel, ja. En welk Instagram account moet je volgen? Kluitlijn Suus en Kluitlijn Rox. Yes. Oh. En jullie zijn ook bloggers? Nee, wij zijn van de events. En de events zelf? Nee, niet van dit event. Oké. Okay. Maar jullie, jullie komen niet alleen voor de cocktails? Nee. Ook voor de cupcakes? Voor de mooie. Voor de mooie spullen. Wat, weet jullie wie hij is dan? Ja, hij is een hele beroemde man. Ja. Oh ja, even kijken hoor. De lessen voor de camera. WW. Oh ja. En wat doet hij dan? Ik woon in Barcelona. Ik heb daar een shop open. Als een shop? Maar dat is één voorwaarde. Met kleren? Nee, ja ook. En ook met een theeconcept. Met een? Met een theeconcept. Oké. Dilma thee.